denken nu vast, Giel, wat is dit nou weer voor ruimte waar je nu in staat? Nou, dat kan ik jullie uitleggen. We gaan hier omhoog en... Oké, Giel, was dit de hele tijd jouw kelder? En waarom heb je een kelder gemaakt, zou je denken? Nou, ik heb laatst mijn garage helemaal omgebouwd tot woonkamer, zoals je kan zien. En ik ben er echt ontzettend blij mee. Je kan hier super chill zitten. Maar het nadeel is dat ik daar wel voor mijn garage heb moeten inleveren. Dus vandaag ga ik een ondergrondse garage bouwen onder mijn huis. En ik heb alvast even een heleboel uitgegraven. En zoals je ziet is dit de weg. En hier heb ik een heel mooi pad uitgegraven. En dan kunnen we dadelijk, als het goed is, met de auto zo naar beneden rijden. En hem gewoon lekker veilig binnen parkeren. Ik heb er echt super veel zin in. We gaan hier echt een super zieke garage van maken. Het moet er natuurlijk ook mooi uitzien. En daar heb ik al een aantal ideetjes voor. Maar eerst moet ik even al deze muren eruit gaan halen. Want dan moeten allemaal andere blokken komen. En hier heb ik hopelijk alle blokken die ik wil gebruiken. Ik weet niet of dat het genoeg is. Maar daar gaan we vanzelf wel achter komen. Maar goed, laat ik maar beginnen met het weghakken van deze muur. En kijk eens even, de muur is weg. En ik ga de eerste muur alvast even invullen met dit blok. En dat doe ik eigenlijk vooral om even te kijken of dat het wel de goede keuze is om het met dit blok te bouwen. Want dadelijk is het in één keer spuuglelijk en heb ik alle muren al gedaan. Ja, dat willen we natuurlijk niet. Dus vandaar, ik kijk even of dat het mooi is. En ik heb de eerste muur bijna opgevuld. Oké, en ja, dit ziet er echt super luxe uit. Dit wordt echt een soort van mancave dadelijk. Laat ik deze muur gelijk ook maar even fixen. Kijk eens even, dit ziet er echt top uit. Nu moet ik alleen deze muur nog doen en ja, dit hier ook allemaal. Of ja, ik weet nog niet zo goed dat ik deze trap ga doen. Ik denk dat ik dat nog even voor laatste bewaar. En hier moet denk ik ook iets van een deur komen of zo. En ik moet ook nog zorgen dat je deze weg niet meer ziet, want het ziet er een beetje raar uit vanaf de onderkant. Kijk eens even, dit gaat er hartstikke strak uitzien. En als het goed is, is dit allemaal twee dik. Ja, inderdaad. En kan ik hier wat gaten in maken? Nu heb ik hier vier gaten. Dat is misschien even iets te veel. Wacht. Ik wil namelijk even wat lampen op gaan hangen. Ik laat er gewoon telkens een opening van twee tussen. En zoiets. Ja, dit kan er op zich wel vet uitzien. En dan hak ik dit nog eventjes weg zo. En dan heb ik hier glowstone en trapdoors. En ik dacht, die kan ik hier wel mooi neerzetten. En die trapdoors, die ga ik er dadelijk natuurlijk gewoon opplaatsen. Ik denk dat dat er wel prachtig uit gaat zien, hè? Zo, potverdikkie. Nou, ik vind het er nu al mooi uitzien. Al zeg ik het zelf. En dan doen we deze er gewoon nog op. En ja, dit geeft wel echt een garage vibe. Het is misschien niet de mooiste lamp, maar het, het ziet er best wel strak uit zo. Ik ben er zeker niet ontevreden mee. En ik denk dat we voor dit stukje eventjes gewoon wat slabs er tegenaan gaan plaatsen. Misschien ziet dat er best wel mooi uit. En hoppakee, ik heb het afgebouwd. En ja, dit kan op zich best wel. Ja, dit ziet er helemaal niet lelijk uit, joh. Oké, dan pakken we nog eventjes wat van deze dingetjes erbij. Want er moet natuurlijk ook een weg gebouwd worden. En ik denk dat ik hier nog eventjes een gat ga maken zo. En, oh wacht, deze blokjes die kan ik in principe wel even laten staan. Kijk. En dan wil ik eigenlijk hier dit neerzetten. En dan hiervoor allemaal van die lage dingetjes. En dan krijg je dit. En dan moet hier nog dit. Kijk eens even. Bam. Oh, dit ziet er wel echt heel erg ziek uit. Dit wordt zo'n luxe garage. Nu moet ik hier ook nog allemaal normaal asfalt neerleggen natuurlijk. Kijk eens even. Dit ziet er top uit al. En dan kunnen we hier dit nog neerzetten. Ja, dit wordt denk ik ook wel mooi. Kijk eens even. Prachtig. Dan hebben we hier ook nog wat van die lagere blokjes. Die zetten we dan hier weer voor. Kijk. En dan moet natuurlijk deze hele vloer er nog uit. Ja, hier komt natuurlijk ook gewoon asfalt in te liggen. Ik denk wel dat dat het mooiste is. Kijk eens even mensen, dit ziet er zo strak uit met die vloer. Dit is ook echt een super grote garage geworden. Maar eigenlijk wil ik nog een klein stukje van dit asfalt eruit halen, want dit ziet er natuurlijk wel heel erg vet uit. Kijk, dan komen we hier dadelijk naar beneden. En ik kan eigenlijk wel alvast even wat laddertjes hier zo plaatsen. En dan heb je hier nog even een leuke ruimte. Misschien dat ik hier nog een wasbakje neer ga zetten of zo. Dat heeft de garage ook best vaak. En dan kom je hierheen en dan staan hier alle auto's. Oké, we zijn weer een hele tijd later. En ik heb hier nu aan de linkerkant een soort van weggetje gemaakt. Via daar ga je naar beneden. En dan ga je nog verder naar beneden. En dan heb je hier de garage. Deze chest gaat natuurlijk gewoon weg. En hier wil ik nog even een klein keukentje bouwen. En daarna is het tijd om te kijken of dat de auto's überhaupt wel door dit gat heen passen. Dat wordt nog best spannend. Kijk eens even. Dit is een prachtige keuken natuurlijk. Of ja, ik vind hem heel erg mooi gelukt. En ja, het is eigenlijk niet echt een keuken. Het zijn gewoon twee wasbakken. En ja, dit ziet er gewoon leuk uit. Hier kun je al je gereedschap in doen en zo. En hier moeten de auto's komen te staan. En die ga ik er maar eens even bij pakken. Het wordt dus tijd dat ik ze in de garage ga zetten. En ik ben ook heel erg benieuwd of dat ze hier onderdoor passen. Als dat niet zo is, dan heb ik echt een groot probleem. Oké, gaat het lukken? Ja,
bro, joh. Het lukt gewoon in één keer. En deze die kan ik nog even een stukje gaan draaien. Kijk, hoppakee. Dan zet ik hem uit en hij staat er prachtig bij. Ik pak ook gelijk mijn tweede auto erbij. En ik was even vergeten dat deze auto een stukje sneller ging dan die andere. Oké, we gaan hier naar beneden en dan zet ik die hier ook zo naast. Kijk eens eventjes, joh. Nou, dit is echt top. Het is misschien een iets te grote garage voor allebei mijn auto's. Maar ik kan altijd nog auto's erbij maken. En uiteindelijk moet deze garage natuurlijk helemaal vol komen te staan. Ik denk dat ik eens even bij Mick ga aankloppen om te vragen of hij misschien mijn garage wil zien. Klop, klop. Mick, ben je thuis? Ja, ik ben zeker thuis, Giel. Yeah. Niet gelijk een geweer erbij pakken, Mick. Ja, kom op. Ik heb een nieuwe garage gemaakt. Wil je hem zien? Garage gemaakt. Ja, we kunnen wel achterom. Want je weet natuurlijk, ik heb mijn garage omgeruild. Met je woonkamer. Je had geen garage. Ja, dus maar hier heb ik nou mijn garage gemaakt. Oh, en dat staat precies voor mijn huis. Joepie. Ik dacht dat je het geen probleem zou vinden. Wie komt er nou vaak in zijn garage? Jij komt er ook bij. Ik toevallig, want het is ook mijn garage. Maar weet je, Giel, laat maar zien. Nou kijk, je gaat hier naar beneden. Ja. En dan kom je. Mijn hoofd. Hoofd. Je kan er net onderdoor, Mick. Kom op. Niet zo moeilijk doen. Kom op. Okay. Kijk, hier hebben we de auto staan. Oké. Ja. Wat heb je hier nou? Een keuken? Ja, een keukentje en hier mooi glas, zodat je de auto's kan zien. Dus, luxe, hè? Okay. Het is lekker groot en... Ja, man. En dan je geheime bunker is dus weg. Ja, dit was eerst mijn geheime bunker, maar ja, ik heb nu een andere kluis ergens, dus ik had deze niet echt meer nodig. Oké. En weet je, Giel, je brengt me wel op idee nu. Ga je nou ook in één keer een ondergrondse garage maken? Weet je, eigenlijk, als je zo eens kijkt, is het veel te veel ruimte. Misschien kunnen we hier wel een mooie doorgang maken, zo. Een mooie ik weet het niet, Mick. Daar moet ik nog even over nadenken. Nou ja, kijk, ik vind het wel een goede compromis voordat het recht, zeg maar, staat wel recht voor mijn huis. Ja, weet je wat ik doe? Ik maak hier wel gewoon een hele grote, hoge muur en dan hoef je er nooit meer naartoe te kijken. Is dat de goede? Nee. Ik wil gewoon mijn eigen garage ook ondergronds. Jij hebt me op idee gebracht. Ik ga mijn huis hier dan een stukje groter maken. Oh nee. Nog mooier dan jouw huis. En kan ik hier ook een ondergrondse garage. Nou Mickey, kijk maar, Maar je moet me niet in de weg zitten. Nee, ga je zeker niet in de weg zitten. Jij zit mij alleen in de weg. Ja, Nou, weet je wat? Ik zal nog eens een keer wat aan je laten zien. Fijne dag verder. Nee, ik vind het ook heel mooi. Ja, ik zet er wel even een mooi hekje neer zo. Hoppa. Oh ja, maak het nog mooier. Nu is mijn uitzicht nog mooier. Ja, mooi, dat wou ik zeggen. Alle hek. Kijk. Prachtig. Ja, prachtig. Oh, prachtig. Zo mooi. Wel, hè? Nou, fijn dat je het mooi vindt. Mick, fijne dag nog. Doei. Klik hier om te zien wat Mick in de vorige survival video gedaan heeft. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En abonneer gelijk ook even op het kanaal van Mick, want dan mis je geen enkele survival video meer. Bedankt voor het kijken. Doei.